Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay, beter bekend als die gozer daar zo. En welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Revolutie, een Serpent Gameplay game gemaakt door een kijker van Serpent Gameplay. Ik heb gisteren de allereerste aflevering van Rick's Revolutie online gegooid en die had binnen een paar uur al meer dan 1000 likes en bakken vol reacties van mensen die het super tof vonden. Dus ik dacht, weet je wat, vandaag alvast de tweede aflevering van Rick's Revolutie. Ik raad je aan de eerste aflevering te kijken, maar misschien denk jij, ik ben rebels, ik ga gewoon de tweede aflevering kijken, fuck de hele storyline. Dan hoi rebel, leuk dat jij ook kijkt. We gaan dus lekker verder waar we gisteren gebleven waren met onze prachtige avonturen. We gaan even gauw met dit vrouwtje praten. 10 YouTube monies voor één avond. Zou je willen blijven slapen? Ja hoor. Dit tentje werkt eigenlijk gewoon een beetje als een Pokémon centrum. Alleen dan zonder Pokémons, zonder centrum. En je moet geld betalen. En de zusters zijn niet lekker. Hartstikke duidelijk. Dan gaan we even hierheen, denk ik. Cowboy accent. Stop! Alleen echte cowboys mogen naar binnen. Jij daar. Wie? Ik? Ja, jij mag naar binnen, maar je vriendjes zullen buiten moeten wachten. Ik denk niet dat ik wil. Kom op, Jur. Misschien vind je wel goede items. Zucht. Oké, dan. Dus we gaan dus even gauw de cowboy bar in. We kunnen hier misschien even heen. Howdy, partner. Kan ik u interesseren in wat cowboy kleren? Oeh, we kunnen dikke cowboy kleren kopen. Oh, arme Jur. Jur wordt gewoon keihard gepest voor zijn overgewicht. Terwijl Jur is eigenlijk helemaal niet zo heel dik. Hij is momenteel helemaal niet dik zelfs. Ik zie je later, partner. Howdy, ofzo. Ik had die opleiding af moeten maken. Nu sta ik hier cowboy kleren te verkopen aan een stelletje Mongolen. Die dialoog, die is fantastisch. We gaan even gauw Jurgse cowboy kleren aandoen. Hoppakee, dikke cowboy kleren. Jurgse wapen is trouwens zijn droge stem. Ik heb namelijk vroeger een YouTube serie gedaan met Jur. Niet eens zo heel lang geleden. De 100 geboden van Skygrid. En bijna alle reacties over Jur waren: Jur, je stem is droog. En ja, de maker van die game heeft dat heel netjes in de gaten gehouden. En daarom is Jur zijn wapen zijn droge stem. Ik loop alleen maar rondjes. Ben jij dronken? Elk rondje is anders. Hey, zie je dat rare beest ook? Nee, je hallucineert waarschijnlijk. Vecht samen met mij! Nu! Prachtig. Hallucinatie Octokip emerged. Oké, dan. We hebben nu een rondjesloper in ons team. Natuurlijk een referentie naar de Dumpert meme. Van, ik loop alleen maar rondjes. Als je die gast niet kent, je mist wat in je leven. Het komt erop neer, je hebt een gast en die zit flink aan de drugs. En die is dus in een soort party tent, whatever. En de interviewer doet van, hey, wat doe je? En hij zegt, nou, ik loop alleen maar rondjes. Oké, dan. En elk rondje is anders. Hij is gewoon helemaal aan drugs. En dan is rondjes lopen blijkbaar het beste dat je kunt noemen. Nog een keer een cowboy hoedstraal. En we kunnen nu ook een rondje lopen. Jur vuurt een laser uit zijn hoed. Rondjesloper loopt een rondje. Wat gek, rondjesloper loopt een rondje. Dat is wel heel onverwachts. We moeten wel een beetje rondjeslopers attack en shit in de gaten houden. De beschrijving van rondje lopen is ook echt elk rondje is anders, hilarisch. User cures all status ailments. Fuck die shit, ik loop nog een rondje. Hehehehe. Fuck jou, Octokip. Woe, we hebben gewonnen. Jur's party was victorious. 20 XP verdiend, 20 YouTube monies gevonden. Droge stem plus gevonden. Bedankt, bro. Graag gedaan, denk ik. Oké, we hebben dus ook een nieuw wapen voor Jur. We hebben een geüpgraded droge stem. Daar doen we waarschijnlijk meer damage mee. Hartstikke mooi, Jur. Ik ben helemaal tevreden. En, nog iets meegemaakt? What has been seen? Dat is natuurlijk een grapje naar de... What has been seen cannot be unseen. Wat gezien is, kan men niet onzien. We gaan even gauw healen en dan gaan we naar het winkeltje hiernaast. Weet je, healen is toch maar 10 YouTube monies. Ik heb 530 YouTube monies. Ik kan mij dit permitteren. Hartstikke mooi, we gaan hierheen. Oké, wie hebben we hier? Zieke muziek in ieder geval. Oké, we zitten in Jelle's warenhuis. Bent u geïnteresseerd in mijn waren? Ik gok dat je in Jelle's warenhuis spullen koopt van Jelle. Ik ga een paar biertjes kopen. Misschien nog één energy drink, aangezien ik er toch nog geld genoeg heb. Zo. Ik had het liefst ook nog wat cocaïne gekocht. Want daarmee kun je dus vriendjes uit je team terugbrengen uit de dood. Maar daar heb ik geen geld voor. Dank u zeer beleefd. Volgens mij is het idee met deze gast van de shop is dat de maker van de game heeft ook meerdere kijkers in de game verwerkt. Hij tweette een keer van... Hey, kijkers van Rick, retweet deze tweet en maak kans om in de game te komen. En volgens mij heeft hij een beetje sommige kijkers erin verwerkt. Als shopkeepers en al die zooi. Jelle's warenhuis, verdieping 2. Wie de fuck ben jij?
wat doe jij hier? Aan de kant. Root. Iemand is een beetje onbeleefd. We hebben een of andere super mysterieuze figuur. Hé, hey, jij! Ik zag jou nooit naar boven gaan. Wie ben jij? En wat is je probleem? Wacht eens even, jij bent het. Hahaha, je hebt me door. Ik ben het, de gevreesde, de meedogenloze. Hij doet zijn muts af. Miel Monteur. Waarom zou Miel Monteur inbreken hier zo? Door boven zich te verstoppen en een gek gewaad aan te hebben. Miel Monteur? Miel Monteur? Ja, het is ik die mij is. Miel Monteur. En ik heb deze plek beroofd. Oh, ik had je gewoon weggestuurd. Maar aangezien je bekend hebt dat je ingebroken hebt, ga je eraan. Wij helpen mee. We hebben dus Rick en Jur versus Miel Monteur. Prachtig. Oké, okay, hebben we ook Jelle in ons team? Prachtig. Oké, okay, Rick. Stel een ongemakkelijke vraag aan Miel Monteur. Doe je cowboyhoed straal en Jelle. Kent een internetgekkie referentie. Jelle refereert naar een internetgekkie. There was no effect on Miel Monteur. Fuck. Echt, sommige van die special attacks zijn echt hilarious. Ik heb de game nog niet uitgespeeld. Ik heb vandaag in de trein weer, ik denk 40 minuten gespeeld en me helemaal kapot gelachen. Ik heb dus al een beetje vooruit gespeeld. Aan de ene kant is het jammer voor de serie, want ik weet al ongeveer wat er gaat gebeuren. Maar aan de andere kant, het laat de serie ook een stuk sneller gaan. Later komen de grote Dolhoven en al die troep. Voor het voorlezen is het ook handig. Dan weet ik ongeveer al wat er gaat staan. En als ik dat niet weet, dan verspreek ik me 100 keer en dan rolt het er niet lekker uit. Ik moet in mijn rol zitten. Ik ben deel van deze game. Mijn ziel ligt in deze game. We moeten wel een beetje oppassen dat Miel Monteur ons niet doodmaakt. Ik heb geen idee of dit per se bij de storyline hoort. Dat je zeg maar niet verder kan met de game zonder dat je Miel Monteur hebt vermoord. Misschien, misschien. Heb je zo'n normale attack op Miel Monteur? Jelle attacks. Jur vuurt een laser uit zijn hoed. Rick stelt een ongemakkelijke vraag. Ik moet eventjes... Oh nee, Jelle is dood. Man. Jelle, kom op man. Ik ga nog even een keer een ongemakkelijke vraag stellen. Jur doet vast wel even een cowboyhoedstraal. Prachtig. Misschien verwacht je het niet, maar Miel Monteur zijn hamerattacks zijn fucking sterk. Oké, Jur is de enige. Een groot nadeel van de game, zoals sommige mensen in hun comments al heel goed zeiden, is dat je de HP niet kan zien. Ik heb geen idee hoeveel HP ik momenteel heb, maar Miel is neer. Ik dacht nog, ik val even één keer Miel aan. En daarna ga ik wel proberen mensen te reviven. Geldstropdas Zweep found. Zweep. Jullie zijn nog niet van mij af. Miel, hou je bek. Bedankt voor jullie hulp, Miel. Bedankt voor jullie hulp. Miel, ga de baaien in. Graag gedaan. Oh, wacht. Nog één ding. Je bent een geweldige YouTuber, Rick. Ga zo door. Nou, dankjewel, Jelle. Als jij het zegt, dan zal het wel zo zijn. Nou, Miel Monteur verslagen. 10 YouTube monies voor een nachtje slapen. Hartstikke mooi. Oké, dan. Yes, het gaat helemaal goed, denk ik. Oké. Dan gaan we even gauw kijken of ik mijn wapen kan veranderen. Ja, ik heb nu een nepsnor op en een geldstropdas sweep. En ik heb ook een YOLO waterpolo sweater aan. Boom! Ik ben ingeleefd in mijn rol. Ik heb alleen geen Pokémon pet op. Oh, wacht, dat heb ik op de foto ook niet. Dan is het helemaal goed. Mijn Pokémon pet ligt hier namelijk naast me. Ik ga even gauw opslaan. Want als je dood gaat, kom je dus in het hoofdmenu. En dan is het fijn als je niet dood bent en zo. Oké, we lopen lekker verder. Ziek, Illuminati! Waar de fuck ben ik? Wat is er aan de hand? Hey, ik heb ineens heel sterk armor, genaamd Ultieme Armor. Ik moet het aandoen. Serieus, Rick. Doe het aan. Ik gok zomaar dat de game wil dat ik andere armor aan ga doen. Ultieme Armor. Ik heb geen idee of het hele goede stats heeft. Maakt ook niet uit. Ik wil even gauw beneden checken. Daar is geen flikker te doen. Dan lopen we lekker omhoog. Jolee, jolee, jolee. Daar zit dus een lantaarn. En dat is eigenlijk meer iets van, hey Rick, sla even de game op. Waarschijnlijk komt er iets van een boss battle aan. Je gaat waarschijnlijk dood. Hartstikke mooi. Oké, Rick versus Illuminati. Het gaat gebeuren. Tito emerged. Illuminati emerged. Swagamite emerged. Lekker muziekje ook. Oké, maar dus een Swagamite. Je ziet het niet meer, met een YOLO petje op. Tito uit Rocket Power en de Illuminati. Ik ga beginnen met ongemakkelijke vraag op Swagnamite. Ik kan me namelijk herinneren dat Swagnamite hele goede aanvallen heeft. En dan die gast wil je gewoon snel dood hebben. Dit is de eerste keer dat we in ons eentje vechten. En ook nog eens tegen 3 mensen tegelijk. Nee, we hebben in ons eentje ook tegen een serpent gevochten. Ik maak in ieder geval eerst die Swagnamite kapot. En dan zie ik wel wat ik ga doen met mijn leven. Je kent het wel. Wat the fuck gebeurt er allemaal? Ik zou graag iedereen lief willen vragen mij niet dood te maken. Als het even kan. Oké, is Swagnamite al dood? Nope, 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 nope. Swagnamite loopt een rondje. Swagnamite, je moet normaal doen. Je mag helemaal geen rondjes lopen. Ik hoop even niet dat we doodgaan. Nou, anders, ik heb net opgeslagen hoor. Maar het zou gewoon fijn zijn als... Oh, Tito, wat doe je?
Oeh, ik leef nog. Oké, fight. Item. Een high energy drankje. Boom. Haha, dat zal jullie leren, tuig. Nu is de vraag, maak ik eerst de Illuminati dood of maak ik eerst Tito dood? Tito doet tot nu toe bijna geen damage, dus het lijkt me wijsheid om eerst de Illuminati dood te maken. Met een beroemde quote, dat paralyzed voor 5 beurten geloof ik. Ik heb dus een beetje contact met de maker via Skype en die geeft wat tips. En een van de tips was, Rick, gebruik de beroemde quote, als die paralyzed doen ze 5 beurten lang niks. Dat is super OP, kun je ze lekker goed doodmaken. Ook een tip voor iedereen die natuurlijk uiteindelijk de game gaat spelen. Het is wel fijn als je de game gaat spelen en je zit niet de hele tijd vast. Dus hey, volg maar geniale tips op. Oh shit, ik doe nu een ongemakkelijke quote op Tito. Sorry, een ongemakkelijke vraag, sorry. De ongemakkelijke quote, ik heb geen idee of die erin zit. Ik heb de beroemde quote, de ongemakkelijke vraag. Haal ze niet door elkaar, jij idioot. Oké, nog een ongemakkelijke vraag op Tito. Weet je, op een gegeven moment zou je toch zeggen dat Tito ook zou zei van Rick, ik snap het wel. Je vraagt dingen. Het is ongemakkelijk. Mag ik nu naar huis? Nee, Tito. Fuck jou. Nog één ongemakkelijke vraag. En is de Illuminati dan verslagen? Woe! Illuminati is neergehaald. Rick was victorieus. Oké, mooi. Rick, word wakker. Ah, je bent wakker. Man, wat gebeurde er net? Je viel ineens flauw. Volgens mij heb ik zojuist gevochten met de Illuminati. Hahaha. Je klinkt als een coole droom. Maar ja, zulke dingen gebeuren niet in het echt. Dit is geen game of zo. Zullen we verder gaan? Ja, is goed. Je ultieme armor is weg. Doe je andere armor nu terug aan. Kijk, ze zetten me zelfs meteen in het menu, want ze vertrouwen niet dat ik het anders ga doen. Hartstikke mooi. Bam, YOLO waterpolo sweater. Oké, dan we gaan weer even gauw langs het lieve vrouwtje. Lief vrouwtje, wilt u ons alsjeblieft healen? Want wij zuigen in deze game en ik heb geen zin om dood te gaan en shit. Dankjewel. Het scherm is zwart. Zwart, zegt het scherm. Opslaan! Hoppakee. Het is echt fijn dat als je in deze game opslaat, je geen 10 minuten lang laadscherm krijgt. Dat is fijn. Alleen daardoor krijg je ook een beetje het gevoel van, huh? Heb ik nou opgeslagen of niet? Ah joh, gewoon hopen dat het wel is gelukt. We gaan nu de mijn in. Gerard Mines. Klik af en toe bij alle characters in equipment op Optimize. Voor het geval je een stuk armor kreeg en het niet doorhad. Dat is best wel een goede tip. Dat is oprecht een van de betere tips ooit. Hier zijn wat random enemies. Alle enemies in deze game zijn echt op maat gemaakt voor mij. Behalve wat random enemies. Die zijn gewoon toegevoegd om op te kunnen levelen. Zoals hier skeletten. Er zitten wat vampiers in. Wat van die slimes zoals in het begin. Verder zijn alle enemies dus gewoon gemaakt naar referenties naar Serpent gameplay. Of gewoon rare bekende Nederlanders. Denk aan Albert Verlinde, je moeder, alles. Oké, we gaan even gauw deze skeletons slopen. Het is namelijk best wel belangrijk om een beetje te levelen. Dus het is misschien ook wel wijsheid om gewoon even wat skeletons neer te maaien. Rick's party was victorious. Jur is nu level 7. Oké, we gaan even gauw dit kistje openen. Energy drink was found. Je kan ook rennen met shift trouwens. Ik ga even gauw healen bij dat vrouwtje. Het ding is vooral dat je ook je magic potions, je magic points hield. Hartstikke mooi. Meer dan hartstikke mooi. Dankjewel mevrouw. Oké, dan gaan we weer even gauw omhoog. Ik ga er gewoon vanuit dat ik niet dood ga. Dat zou heel fijn zijn. Hier is een character, daar kun je als goed als langs lopen. Maar het is best wel leuk gevecht. Dus doe het er maar gewoon. Ik daag je uit tot een gevecht tot de dood. Wacht, wat? Kabouter Plop emerged. Klus emerged. Dat zie je niet aankomen, of wel dan? Ik stel een ongemakkelijke vraag aan Kabouter Plop. En een cowboy hoedstraal op Kabouter Plop. Kabouter Plop, je gaat Kabouter kapot. Of iets in die richting. Ga gewoon dood, gozer. Give up. Eens even kijken, wat is er allemaal aan het handje? Kabouter Plop is gewoon een klootzak. Dat is er aan het handje. Voor de mensen die denken, nee, ik snap het niet. Kabouter Plop moet gewoon dood. Als je dat snapt, dat kleine stukje kennis. Kabouter Plop is een teringlaaier. Tatoeëer het op je arm. Tatoeëer het op je voorhoofd. Tatoeëer het op de binnenkant van je ogen. Dat je gewoon s'avonds laat na een harde dag werken in je bed ploft. Denk, nou heb ik rust. Doe je ogen dicht, staat er in één keer. Kabouter Plop is een teringlaaier. Kijk, zag je dat? Serieus, spoel de video terug. Klus deed net zojuist keiharde damage op mij. Vind ik gewoon niet zo tof, Klus. Serieus, willen jullie stoppen met me slaan? Ik heb net niet opgeslagen en jullie doen best wel goede attacks.
Nog even een keertje op kabouter plop. Nog een cowboyhoedstraal op kabouter plop. En nou gaat die kabouter kapot. Precies. Oké, we hebben nog een klus over. Klussen de klus. We kunnen even een paar keer klus slaan zonder te healen. Maar het zou toch jammer zijn als kabouter klus je dood maakt. Gewoon een van die dingen, weet je. Ik zou best in het echte leven dood willen gaan door een giftige slangenbeet of aids. Maar niet omdat kabouter klus je slaat met een hamer. Dat kan gewoon aan mij liggen, hoor. Misschien vinden de rest van de mensheid dat heerlijk. Ik alleen niet. Met mijn bezweten voorhoofd. Oké, klus, you bitch. Ik ga de beroemde quote op je gebruiken. En je gebruikt nog steeds een cowboyhoedstraal, want zijn attacks zijn heel slecht. Dikke tip. Het is natuurlijk voor dit soort van bossfights handig om zoveel mogelijk special moves te gebruiken en gewoon bier te drinken. En dan krijg je weer punten voor je special moves. En met andere characters kunnen we wel slaan, maar met Jur moet je echt niet slaan. Je mist bijna altijd. Hier, klus took no damage. Gewoon even een demonstratie-experimentje. Jur zijn moves zijn niet zo heel goed. Sorry Jur, je bent een hele goede vriend, maar je hebt gewoon niet de moves like Jagger. Klus took no damage, precies. Rick stelt een ongemakkelijke vraag. Oké, wat we even gaan doen, is we gaan voor Rick nog een keer een ongemakkelijke vraag doen. En Jur, die gaat lekker in zijn beurt een biertje drinken. Dat is onze Jur. Jur uses bier. Rick stelt een ongemakkelijke vraag. Klus is neergehaald. Rick's party was victorious. Woehoe! Even praten, denk. Dat was awesome. Later, smiley face. Doei, smiley face. Weet je wat ik tegen jullie ga zeggen, lieve kijkers? Bedankt voor het kijken van deze aflevering van Rick's Revolutie. Ik ga even je schouder, denk ik, hier een paar rondjes lopen en mijn character een beetje levelen. Dan worden we iets sterker. Dan kunnen we dit soort gevechten ietsje sneller doen. Verder ga ik nog even gauw langs dat winkeltje van Jelle, geloof ik. Ga ik daar even schouw wat extra bier halen. Want bier is lekker. Dankjewel voor het kijken voor deze aflevering. Geef even een duimpje omhoog als je meer wil zien van Rick's Revolutie. En dan zie ik u de volgende aflevering gewoon weer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Doei!